Omdat je het systeem begrijpt, krijg je ook de knoppen waar je aan kunt draaien veel beter in je vingers. NWO domein TTW financiert alleen excellente wetenschap. Dus we kunnen deze wel beschouwen als grensverleggende, excellente onderzoeken. Suspect, het gaat over nieuwe opkomende stoffen in het milieu. Ik ben Ad Raagas, ik ben verbonden aan de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit. En ik werk tevens bij de Open Universiteit in Heerlen. En ik hou me eigenlijk bezig met de risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen. Klassiek eigenlijk meten we heel veel in het water. En als we dan iets fouts vinden, dan gaan allerlei alarmbellen rinkelen. Maar eigenlijk wil Suspect het omdraaien. Die wil eigenlijk gaan kijken van als we weten wat er eigenlijk allemaal voor activiteiten gebeuren, dan kunnen we eigenlijk wel een beetje voorspellen wat voor stoffen er in het water terechtkomen. Dus dan weten we eigenlijk van tevoren al van als die activiteit hier plaatsvindt, dan moeten we misschien maatregelen nemen. We kijken aan de ene kant naar stedelijke bronnen, dus wat er uit rioolwaterzuiveringsinstallaties bij steden komt. En aan de andere kant naar de veeteelt. En de veeteelt is natuurlijk wat moeilijker te pakken, want dat komt niet allemaal uit één pijp. Uiteindelijk ja, dan voorspellen we een bepaalde concentratie in het water of op andere plekken in het drinkwater. En dan zullen we uiteindelijk natuurlijk ook met metingen moeten laten zien dat die voorspellingen ongeveer kloppen. In ieder geval een aantal medicijnen, die zullen zeker onderdeel uitmaken van die dataset, omdat die op het moment nogal erg in de belangstelling staan. Maar je kunt ook aan partydrugs denken of je kunt aan stoffen die in de pil zitten denken. Bijvoorbeeld de weekmakers uit plastics, dus van alles eigenlijk. Want als je eenmaal weet hoeveel van een stof gebruikt wordt ergens en je kent zijn structuur, dan kun je wel redelijk berekenen wat er gebeurt. En dan kun je echt tot oneindig klein rekenen, terwijl bijvoorbeeld onze detectieapparatuur niet oneindig laag kan meten. Dus als je het gedrag goed in je vingers hebt, dan kun je echt hele lage concentraties voorspellen. Nou, de grootste uitdaging in het project is om met zo weinig mogelijk gegevens over bijvoorbeeld de chemische structuur van een stof, om toch iets te kunnen zeggen over die waterkwaliteit. Ik ben heel benieuwd hoe ver we daarin komen, want dat is, het is heel makkelijk verteld, maar het is natuurlijk wel een beetje toekomstmuziek nog. Het liefste wat ik zou zien is dat er uiteindelijk een systeem komt waar je heel Nederland de waterkwaliteit mee kunt voorspellen.